Mona, 4 jaar geleden kwam jij als hoogste nieuwkomer in de Tweede Kamer. Hoe heb jij de afgelopen 4 jaar ervaren? Nou, ik weet dat moment nog heel erg goed. Ik ben altijd gewoon hard aan het werk. En als ik dan mijn doel bereikt heb, ga ik over tot de volgende. Maar ik heb toen echt even de tijd genomen om even om me heen te kijken. Omdat ik mezelf gewoon realiseerde dat het bijzonder is. Je bent één van de 150 volksvertegenwoordigers. Het is ook een voorrecht om lid te zijn van de Tweede Kamer. Zo ben ik binnengekomen. Ja, en vervolgens is het gewoon keihard werken. Heel hard werken, veel uren maken, veel mensen spreken. En dat is ook tegelijkertijd wat ik ook heel erg mooi vind aan het zijn van Kamerlid. Je ontmoet allerlei mensen uit alle lagen van de bevolking en in allerlei beroepsgroepen. En ik heb dat geweldig leuk gevonden. Dus wil ik graag verder om dat nog een aantal jaren te blijven doen. Om me in te zetten als volksvertegenwoordiger voor Nederland. Je bent de afgelopen 4 jaar Kamerlid geweest. Daarvoor ben je wethouder geweest. Wat is nou het grote verschil tussen Kamerlid en wethouderschap voor jou? Het grote verschil is dat als je... Ik ben natuurlijk lid van de oppositie nu. Het grote verschil met het zijn van wethouder is dat als mensen je benaderen... En dat gaat bij mij altijd vrij simpel. En er is een probleem. Wat je op kunt lossen, doe je 2 of 3 telefoontjes en het is geregeld. En dat is als lid van de Tweede Kamer, zeker als oppositiepartij, ingewikkelder. En dat is ook tegelijkertijd mijn frustratie geweest de afgelopen jaren. Je wordt benaderd met problemen van mensen. Je wil ongelooflijk graag die mensen helpen. Dat is ook wat mij drijft in de politiek. Ja, en dan loop je vast tegen een coalitie die niet wil bijvoorbeeld. Pieter, jij bent al langer Kamerlid. Afgelopen 4 jaar heb je als lid van de oppositiefractie deel uitgemaakt van de Kamer. Hoe is de afgelopen 4 jaar jou bevallen? Ja, het is mij goed bevallen. Oppositie is voor ons als CDA altijd even wennen. Dat is niet helemaal onze natuurlijke rol. Maar het controleren van de regering is buitengewoon noodzakelijk. Dat heeft de regering ook zelf laten zien. Ik bedoel, ze laten steken vallen op veiligheid en justitie en op belastingdienst aan de lopende band. En blijven maar beweren dat er geen betere belastingdienst ter wereld is. En dat veiligheid en justitie, alle statistieken de goede kant op gaan. Ja, als je de helft van de aangiftes niet eens onderzoekt, dan kan dat zo lijken. Ik vind ook dat een land recht heeft op een goede oppositie. Dus niet eentje die alleen maar zegt dat het niet deugt, maar ook waarmee je tegenvoorstellen komt. Dus wij zijn met tegenvoorstellen gekomen op het ECB-beleid. We hebben 5 punten ingediend over ZZP'ers al in september. En pas in december zag de regering dat ze wat moesten. En toen moesten ze de wet uitstellen. Met als gevolg dat veel mensen geen werk meer krijgen. Dus dat frustrerende van Mona, dat deel ik. Want soms zie je problemen en zeg je van ja, maar je hoeft hier geen oppositie of coalitie voor te zijn om dit probleem te zien. Je moet dit willen aanpakken. Dus gooi nou niet de hele zaak zo volledig op slot. Sta open voor goede suggesties. Maar aan de andere kant kun je wel voluit je eigen verhaal vertellen. Een vraag voor jullie beiden. 4 jaar Kamerlidmaatschap. Welk moment heeft nou de afgelopen 4 jaar het meeste indruk gemaakt op jullie? Nou, als ik naar mijn woordvoerderschap kijk, was dat het moment dat wij samen met de SP een motie van afkeuring indienden tegen staatssecretaris Van Rijn. De chaos was onvoorstelbaar, nog steeds. Is bij de Sociale Verzekeringsbank gaat er veel mis op het gebied van persoonsgebonden budgetten. En ik vond het toen onbegrijpelijk dat D66 toen de staatssecretaris bleef steunen. Dat is een van die momenten geweest dat ik echt denk van hoe bestaat dit? Dat vind ik ongelooflijk. Een heel erg mooi moment van de afgelopen 4 jaar is geweest. Dat heeft wel te maken met de politiek, maar dat vond plaats op ons vorige CDA-congres. Toen Hugo Borst en Karin Gamers bij ons het manifest voor een betere ouderzorg kwamen presenteren. Ik was uiteraard toen in de zaal. En de warmte die je ook voelde van alle CDA-leden voor deze 2 mensen... die zich op weergeloze wijze ingezet hebben en nog steeds inzetten voor de ouderenzorg, dat vond ik echt een hoogtepunt van de afgelopen 4 jaar. En het stimuleert mij, voor zover dat natuurlijk nodig is, om mij nog veel meer en nog harder in te zetten voor een betere zorg voor onze oudere mensen. En Pieter, voor jou? Nou, ja, verschillende dingen in de Kamer, maar je vroeg tijdens de periode. En dan is het denk ik het neerhalen van de MH17 en de afwikkeling daarvan. Ik bedoel, heel indrukwekkend zoals wat er gebeurde en zoals Nederland meerouwde. Maar heel frustrerend om te zien dat ondanks het feit,
dat zowel Rusland als de VS binnen 2 dagen zei, we hebben het vliegtuig van het radarscherm zien verdwijnen. Dat dit het eerste ongeluk in 10 jaar tijd in Europa was waarbij alle radar- en satellietbeelden kwijtgeraakt zijn. En waarbij wij 2,5 jaar later nog steeds geen verdachte hebben, laat staan een veroordeelde dader. Nog steeds geen rechtbank hebben waar degenen die dit gedaan hebben, of tenminste daarvan verdacht worden, terecht zouden moeten staan. Waar het onderzoek dus ja, ergens vastloopt, terwijl iedereen zei dat ze wisten wat er gebeurd was. Maar ja, dat heeft mij wel aangegrepen en ook die gesprekken met de nabestaanden, met mensen uit andere landen, om te kijken hoe we daar toch beweging in kunnen krijgen. Pieter, jij hebt heel veel gedaan voor in de aanloop en daarna nadat dit gebeurd is, maar ook voor heel veel andere onderwerpen. Waar haal jij je energie vandaan? Nou, kijk, ik zit er al een aantal jaren en dat is ook wel eens iets wat onderschat wordt. Op het moment dat je een aantal jaren in de Kamer zit, weet je ook waar de problemen van bewindspersonen zitten. Dan voel je aan wanneer ze iets verbergen. Bij Wiebes zag je dat op een gegeven moment. Ja, u moet me niet naar dat memo vragen. Nou, als je tegen mij zegt van u moet niet vragen wat erin staat, dan vraag ik ernaar. Dan blijkt hij een 500 miljoen euro uitgegeven te hebben. 500 miljoen, hè? Zonder toestemming, ja. Dus het gaat dan wat makkelijker. Aan de andere kant heb ik ook wel een behoorlijke drive, omdat er heel veel dingen goed gaan in het land, maar ook een heleboel dingen niet goed gaan. En dan vind ik het ook wel tot mijn verantwoordelijkheid. En als je vraagt van waar lig ik dan wel eens wakker van, nou, ik heb die casus van Romano van der Dussen gehad. Dat was in 2006, was al duidelijk met een match, een cold case match, wie wel de verkrachter was van de vrouwen waarvoor hij voor de verkrachting vast zat. En 8 jaar later zat hij nog steeds vast en dat kostte veel kamervragen. Maar ja, dan denk ik wel van ja, hoe ziet hier het leven van iemand wel even helemaal kapot te maken, terwijl je weet dat hij heel schuldig is. Van welk dossier lig jij op dit moment wakker? De MH17. Het feit dat daar totaal geen vooruitgang in zit in het oplossen daarvan. En soms zijn het iets andere dossiers, maar de Kamervraag van deze week gingen over ondernemers die leenbijstand ontvangen hadden. En een paar jaar later wordt het omgezet in een gift. Maar dan zijn ondernemers die net weer uit het dal zijn, dan verdienen ze net weer boven het minimumloon. En dan wordt de inkomen van een paar jaar daarvoor wordt opgeteld bij je inkomen, waardoor je in één keer op papier een hoog inkomen hebt en ze alle toeslagen moeten terugbetalen en ver onder bijstandsniveau belanden. In 2014 zei de ombudsman, dat kan niet, dat is onfatsoenlijk. U moet het binnen 3 weken rechtzetten. Samen met de PvdA heb ik 3 jaar lang gezeurd voordat dat gebeurde. De ombudsman zei, dat moet je ook voor bestaande gevallen rechtzetten. Dat is niet gebeurd. En het gaat om 1000 gezinnen per jaar die ver onder een norm zakken en die precies doen wat wij willen, namelijk ondernemen in voor, ook als het even tegen zit. En nou ja, daar lig ik wel wakker van dat het me dan niet lukt. En dat ik dan gewoon die mails van mensen krijg van ik zit nu op deze manier in de schuldhulpverlening en op deze manier kom ik bij de voedselbank terecht. Terwijl ik juist nu wel in staat ben om mijn inkomen te verwerven. Mona, ik kan me voorstellen dat jij de afgelopen jaren ook vaak wakker gelegen hebt vanwege de druk die mantelzorgers ervaren. In 2014 ben je een meldpunt gestart, Meld het Mona. Wat heb jij daar nou persoonlijk uitgehaald? De reden waarom ik in de politiek zit, en trouwens ook de reden waarom ik advocaat geweest ben, is omdat ik het geweldig vind om met de dingen die ik weet en de wegen die ik kan bewandelen, mensen kan helpen die in de problemen zitten. En bij Meld het Mona, bij dat meldpunt wat we toen opgezet hebben, zijn heel veel verhalen van mensen binnengekomen die compleet vastliepen. En wat ik daar zo geweldig aan vond, is dat ik toen samen met mensen die in de gemeenteraad zaten namens het CDA of met wethouders in staat geweest ben om mensen te helpen, om dingen duidelijk te maken, om te zorgen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dus ik vond dat geweldig leuk om te doen. En nog steeds hoor, krijg ik mails binnen van mensen waar dingen misgaan. Dus dat vind ik het hele mooie ervan. Wat ik minstens zo belangrijk vind, is hoe zorgen we er nou voor dat mensen die in de zorg werken, dat die weer tijd hebben. Want zorgen is aandacht. Zorg begint met aandacht. En wat zie je in de praktijk? Dat mensen die in de zorg werken, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, die zijn soms bijna 30% van hun tijd bezig met het invullen van papieren en computerprogramma's. Als je een ziekenhuis binnenkomt, zie je ze ook staan. Hè? Tegenwoordig staan die computers dan ook van die looptafeltjes. Of in verpleeghuizen zie je ze dan zitten achter ordnerkasten. En ik weet één ding zeker, die meestal vrouwen, die zijn niet in de zorg gaan werken om papieren in te vullen. Die zijn in de zorg gaan werken omdat ze voor mensen willen zorgen.
Nou, ik vind het... Nou, het is een erekwestie voor mij om ook echt te bereiken dat er substantieel regels verdwijnen. En Mona, een vraag die Max Monkau gesteld heeft. Hoe kijk je in dat kader aan tegen de gulheid die Martin van Rijn nu ineens tentoonspreidt door 100 miljoen extra in de zorg te geven? Ja, iemand, ik geloof op Facebook, die schreef ook de PvdA-campagne is begonnen. Het is mooi, hè? Altijd als er meer geld komt, want het is ook een van de dingen die noodzakelijk is voor ouderenzorg, is dat heel goed. Maar zo, je bent er natuurlijk nog lang niet met dit bedrag. Tegelijkertijd heb ik de afgelopen tijd vaak voorgesteld, schrap deze regel nou, kijk hier nou eens naar, schrap dit nou eens. En altijd heeft de staatssecretaris een reden om het nog niet te doen of om de regel in stand te houden. Dus ik zou, ik had eigenlijk liever dat hij naast het geld wat hij dan nu gevonden heeft, dat hij ook nou eens echt overgaat tot het substantieel schrappen van regels. Zodat mensen die in de zorg werken weer kunnen gaan zorgen. Want daar is zo'n behoefte aan. Een ander punt dat wij heel vaak horen, Pieter, is van mensen dat ze zorgen maken over hun pensioen. Begrijp jij dat? Ja, tuurlijk. Tot 10, 15 jaar geleden werden pensioenen eigenlijk elk jaar geïndexeerd. Die verwachting was er in Nederland ook dat dat zou blijven gebeuren. En kijk, als het één jaar een keer achterblijft, dat gebeurt ook als werknemer wel eens. Het gaat niet goed met het bedrijf of de overheid moet bezuinigen. Nou, dan wordt je inkomende jaar bevroren. Maar het jaar in jaar uit bevriezen levert gewoon een forse koopkrachtdaling op voor mensen met een aanvullend pensioen. Daarom hebben we ook gezegd van ja, waar komt dat nou door? Dat komt door de extreem lage rente. Als een pensioenfonds op dit moment een staatsobligatie uit Nederland of Duitsland koopt, dan krijgt het 0% rente. En soms moet het zelfs rente betalen om de staatsobligatie te houden. Dan heb je een probleem met een kapitaalgedekt stelsel. Dat heeft voor een stuk te maken met demografie, maar voor een groot stuk met het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank. Die heeft nu voor 2500 miljard euro staatsobligaties opgekocht. Nou, er zijn heel veel problemen mee. Ten eerste is dat hun taak niet. Volgens ons gaan ze daarmee verder dan het verdrag. Ten tweede vinden wij dat zo een samenleving niet ingericht wordt. Het is niet aan de centrale bank om staten en op dit moment zelfs bedrijven te financieren. Dat is een bizarre taakopvatting. En ten derde is dat een impliciete transfer van spaarders, trouwens ook spaarders in Zuid-Europa hoor, en gepensioneerden naar landen die een te hoge schuld hebben. En dat is een politiek besluit. Dat hoort niet bij de centrale bank te liggen. Nou, daarom vinden we ook dat de Nederlandse overheid samen met andere overheden ervoor moet pleiten om te kijken, om te toetsen of de Europese Centrale Bank zich aan het verdrag houdt. Dat is niet een makkelijke oplossing. Voor makkelijke oplossingen kun je echt bij heel veel andere partijen melden. Maar het is wel de fundamentele oplossing om dit probleem op te lossen. Er zijn ook een aantal vragen die op dit moment binnenkomen, bijvoorbeeld van Bart van Binsbergen. En het zijn er meerdere hoor, die zeggen, maar waarom draaien wij gewoon niet de pensioenleeftijd terug naar 65? Zijn dan niet de problemen gewoon opgelost? Hoe kijk je daar tegenaan, Pieter? Dan worden de problemen groter. Een gedeelte waarom de pensioenen niet nog meer gekort zijn, is omdat de pensioenleeftijd omhoog geschoven is. Ik denk trouwens het feit dat wij dat in 2004 gedaan hebben, met afschaffen van FUT en prepensioen. Als we dat toen niet gedaan hadden, dan zouden we nu in een positie à la Frankrijk of Italië verkeren. Pensioenleeftijd is in Nederland wel ontzettend snel opgeschoven. Want in die tijd lag die rond de 60, 61. Nu gaat de gemiddelde persoon treedt uit tussen 4 en 65. Dus 3,5 jaar langer wordt er al gewerkt. De AOW-leeftijd schuift nog een aantal jaren op. Maar de levensverwachting neemt ook echt met een aantal jaren toe in vergelijking met 10, 15 jaar geleden. Ja, dan is het ook logisch, en dat hebben we ook in de wet vastgelegd, dat elke generatie verwacht om hetzelfde aantal jaren gemiddeld AOW te hebben. En natuurlijk, je kunt individueel heel veel pech hebben, maar dat is ook hoe het intergenerationeel tussen de generaties goed deelt. Ja, en als ik daar nog iets aan toe mag voegen, heel veel van deze vragen komen van ouderen die bijvoorbeeld meteen op 1 januari hun eigen risico al kwijt zijn. Die veel hogere eigen bijdragen moeten gaan betalen. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, of voor een scootmobiel, of voor de dagopvang. En dat maakt dat ze steeds minder geld te besteden hebben. Die verhoging van die eigen bijdragen bijvoorbeeld, is ook een van de besluiten die dit kabinet genomen heeft. Gesteund door D66, de SGP en de ChristenUnie. Het CDA heeft toen gezegd, doe dit niet op deze manier. Kijk nou eens heel goed wat dit betekent voor bijvoorbeeld
de middeninkomens. In dit land hebben we heel veel goed geregeld voor minima. Maar als je net even wat meer verdient, dan ben je de sigaar. Nou, we bespreken hier vandaag het verkiezingsprogramma. En op dit onderdeel, eigen risico's en eigen betalingen in de zorg, zitten er ook hele goede voorstellen in ons verkiezingsprogramma, die met name ook voor gepensioneerden van belang zijn. Wij gaan langzaam afronden omdat we verder gaan met het congres. Er kwam nog wel één uitdaging voor jullie binnen. Iemand stuurt, ik ben van de Partij van de Arbeid. Kunnen jullie mij overtuigen om een keer op het CDA te stemmen? Mona, probeer het. Nou, hoeveel redenen wil je hebben, zou ik bijna zeggen. Als je nou kijkt wat er de afgelopen 4 jaar gepresteerd is door dit kabinet, waar natuurlijk de PvdA een prominent onderdeel van is, denk je dan dat het nu opeens wel goed gaat? Kijk, de nieuwe lijsttrekker, hij doet een prachtige belofte. Maar ik ben ook altijd wel zo iemand van, oké, mooi wat je wilt beloven voor de toekomst. Maar wat heb je gedaan toen je in de mogelijkheid was om echt het verschil te maken? En nou ja, we hebben het over de zorg al gehad. We zouden het nog kunnen hebben over de banenplannen van Asscher. Hoeveel honderden miljoenen zit daarin, Pieter? Nou, gigantisch veel. En het heeft eigenlijk niks opgeleverd. Dus... nou, het is voor mij wel duidelijk. Partij van de Arbeid, vooral hun arbeidsmarktbeleid. En de Partij van de Arbeid heeft niet alleen gestaan voor mensen met uitkering, maar is ooit opgericht voor de emancipatie van mensen die werken, de middenklasse. En dan niet de bovenklasse, daar was de VVD wel voor. En juist een aantal van de plannen van deze regering hebben het moeilijker gemaakt voor deze mensen. Dus waar de wet van Asscher bedoeld was om mensen makkelijker een vast contract te geven, is het nu zo dat mensen vaak met 2-jaar contracten uitgezet worden. Waar de bedoeling was om mensen in vaste dienst te nemen, heeft het kabinet de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte gehandhaafd. En dat betekent dat heel veel MKB'ers eigenlijk helemaal geen mensen in dienst nemen, omdat ze het risico niet aanhoeven. Wij willen die periode heel fors terugbrengen. Juist om arbeid, want dat vinden wij net als de Partij van Arbeid belangrijk, mogelijk te maken en ook vaste contracten aantrekkelijker te maken. Nou, en daarvoor denk ik dat je meer bij ons moet zijn. Wil je daar een derde voorbeeld van hebben? De wet van Wiebes over de ZZP'ers. Ik bedoel, wij zeiden echt in september al, het loopt niet. Dat kan gebeuren, hè? Ook als wij in de regering komen, gaat er ooit een plan komen wat niet helemaal loopt zoals wij willen. Maar dan moet je wel durven ingrijpen. Dat was in september, gewoon duidelijk. Dan hebben ze het gewoon ingevuld. We zien ook veel reacties die binnenkomen en mensen zeggen, er komen nu verkiezingen aan en we horen politici allerlei beloftes doen. Maar na de verkiezingen vergeten ze weer al die beloftes en gaan ze weer gewoon verder. Wat is jullie reactie naar deze mensen toe? Nou ja, dat geldt misschien voor Rutte van de VVD. Die heeft daar natuurlijk patenten op. Als je kijkt naar wat wij als CDA de afgelopen 4 jaar gedaan hebben, de voorstellen die wij gedaan hebben, dan zie je ook een bestendige gedragslijn ook in ons verkiezingsprogramma. We gaan even vooruit. Daar heeft Pieter niks aan toe te voegen zien. Dan hebben we een andere vraag voor Pieter. Het is nu campagne. Waar heb jij het meeste zin in? Nou ja, ik voel me erg in mijn rol op dit moment nog in de Tweede Kamer. Dus de komende weken zal ik nog heel erg druk zijn met 2 dingen in de Kamer. Dat is A, om ervoor te zorgen dat de belastingdienst blijft functioneren. Dat begint echt iets te worden. Het gaat niet meer alleen om enkele dingen die daar mis zijn, maar of de belastingdienst haar kerntaak, namelijk het innen van belastingen, het controleren, en niet alleen het jou controleren, maar ook zorgen dat je buurman goed gecontroleerd wordt, dat die niet in het gedrang komt. Het tweede waar ik heel erg mee bezig ben op dit moment is nog de Brexit. Ik ben samen met Marit Maai van de Partij van de Arbeid Brexit-rapporteur. Een hele hoop mensen onderschatten echt wat voor een gevolg het uittreden van Groot-Brittannië kan hebben ook op de Nederlandse economie. Het is een van onze belangrijkste partners. En het is niet alleen een van onze belangrijkste handelspartners. We hebben ook heel veel gemeen met Groot-Brittannië. Dus een Europese Unie zonder Groot-Brittannië, en zoals een aantal landen graag wil, met een uitbreiding richting Turkije, is voor Nederland heel veel minder aantrekkelijk dan omgekeerd. Dus dat moeten we ons heel goed realiseren. In de campagne verheug ik me op de debatten die eens een keer niet alleen in de Tweede Kamer plaatsvinden, maar ook de directe feedback van burgers die toekijken. Want normaal mogen ze namelijk helemaal niks zeggen en zijn wij als politici nog wel eens een keer met elkaar bezig. En dat kan best wel eens heel erg verfrissend werken, merk ik in een aantal debatten. Mona, ben jij al in campagnemodus of ben jij ook nog in de Tweede Kamer? Ik ben er nooit uit geweest. Nou, weet je, in campagnemodus. Ik zeg altijd, als Kamerlid, het is heel goed dat je natuurlijk je werk doet, dat je fantastische voorstellen doet,
Maar als de rest van Nederland dat niet weet, ja, dan ben je 4 jaar, heb je je werk dan goed gedaan. Maar dan stemmen ze niet op je. Dus ik ben eigenlijk altijd wel bezig met van hoe zorg ik nou dat Nederlanders ook weten wat wij, Pieter, ik, het CDA in de Tweede Kamer doen. Ja, en ik vind campagnetijd in die zin leuk. Precies de reden die Pieter nou net aangeeft. Er worden gewoon veel meer debatten georganiseerd rondom verkiezingstijd. Nou, ik vind dat ongelooflijk leuk. Ik doe dat het hele jaar wel door, hoor. Ik sta wel bijna elke maandag of vrijdag ergens in een zaal met mensen te praten. Maar in verkiezingstijd is dat nog meer. Dus ja, kom maar op. Nou ja, wij hopen dat we jullie nog vaker ook op Facebook Live de komende weken gaan zien. En we willen jullie nog heel veel plezier en succes wensen op dit CDA-congres. Dankjewel. En je hebt ze al gepland, dus dat gaat gebeuren de komende weken.